is er hier bij Stoomgemaal eigenlijk van alles veranderd? Want we kennen allemaal Jan de Naar, toch? En nu zit Bert Hulske hier in één keer. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Jan de Hartog die liep tegen zijn pensioengerechtigde leeftijd op. Dus er stond een vacature op internet. En daar heb ik op gesolliciteerd. En van een aantal sollicitanten ben ik het gelukkig geworden. Ja, ja. Maar heb je dan ook een achtergrond die iets met stoomgemalen te maken heeft? Nee, totaal niet. Mijn grootste achtergrond is een defensieachtergrond. Daarna heb ik de switch gemaakt naar de jongerenzorg. Dat was echt een hele bijzondere overstap. En uiteindelijk, met de sollicitatie die ik zag op internet, ben ik hier terechtgekomen. Ja, ja. Maar als je dan uit defensie en jongerenzorg komt, wat trekt dan aan een stoomgemaal? Nou, dan moet ik een heel even stapje terug naar de jongerenzorg. Daar werkte ik de laatste jaren op een dagbesteding. En we hadden een eigen winkel van A. Vogel, bekend van de bekende plantenmiddeltjes. Die tuin, de productietuin, die grenzen pal tegen onze winkel op. Dus wij verkochten alle middelen, alle spullen van A. Vogel, die verkochten wij. In samenwerking met de hoofdtuinen en drie gastvrouwen van A. Vogel. En dat was gewoon verschrikkelijk leuk werk. Hier bestaan de werkzaamheden eigenlijk voor een groot deel hetzelfde als wat ik daar deed. Het runnen van de locatie, zorgen dat de gastvrouwen er zijn. We werken hier eigenlijk alleen maar met vrijwilligers. Zijn meest gemotiveerde mensen. Ik heb ook tegen de voorzitter van het raad van bestuur gezegd, mensen lopen hier rond met een attitude van het gemaal is van mij. Nou, dat zegt wat over de betrokkenheid van de mensen bij het gemaal. En het werkt gewoon heel plezierig. We zijn een officiële trouwlocatie. Er worden kleinschalige feesten gehouden. Het is een stiltegebied, we hebben buren. Dus er zijn wel wat regels van toepassing op het houden van een feest hier. Ja, dat maakt het allemaal weer heel leuk. Ik heb het helaas nog niet meegemaakt, want we zitten natuurlijk nog steeds in de corona-regelgevingen. Dat is jammer. We zijn ook een hele periode gesloten geweest. Want 1 april hadden we open zullen gaan. Dat is 2 juni geworden. Vanaf dat moment begint het eigenlijk wel weer een beetje te lopen. Er zijn nog steeds bedrijven en gemeentes die dingen afzeggen. Maar er komen ook alweer nieuwe boekingen binnen, dus dat is eigenlijk wel heel plezierig. Ja. Maar toch nog even terug naar het stoomgemaal, maar daar weet je dus niks van. Nee, ik weet helemaal niks van het stoomgemaal. Ik kan het goed organiseren. Anders dan dat ik de spin in de web ben voor het regelen van de zaken. We hebben hier een techneutenclub. Die mannen die weten alle ins en outs van het stoomgebeuren, die komen uit die wereld. Die kennis ga ik never nooit ook niet meer opdoen wat hun al vergeten zijn, zeg maar. Nee. Het enige wat ik moet weten van de stoomgemaal is in geval met kameliteiten hoe ik de zaken kortsluit. En voor de rest wordt het eigenlijk allemaal gerund door opgeleide machinisten en stokers. En heb je dan in die afgelopen maanden waarin je zeg maar vooral de tijd hebt gekregen om je te oriënteren, hè, omdat het zo rustig is, heb je dan wel een idee over dat je zegt van nou, ik denk dat ik in de toekomst nog wel eens dit of dat zou kunnen gaan doen wat er nu nog niet was? Er moeten wat onderhoud dingen geregeld worden aan onder andere het bezoekerscentrum aan de achterkant. Het hout, dat begint een beetje slecht te worden. Als je kijkt naar de filmpjes die we draaien, dat is een constante herhaling van hetzelfde filmpje. Ik denk dat daar wat afwisseling in kan komen in de filmpjes, dat er meer filmpjes achter elkaar gedraaid kunnen worden. We hebben het gehad over een andere mediaapparatuur, dat je met een touchscreen het filmpje aan kan toetsen of bijvoorbeeld kan zeggen van nou, hoe werkt nou zo'n stoommachine, dat je op de touchscreen kan drukken en dan komt het instructiefilmpje voor. Dus er zijn wel wat dingen wat in mijn optiek wel wat verbeterd kan worden. Waarbij ik niet wil zeggen dat het geen fijn bezoekerscentrum is en dat het niet interessant is, want dat is absoluut. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Je had er wel zin in.
Na die paar maanden ook. Je denkt niet van, was ik maar in de jeugdzorg gebleven? Nee, nee, absoluut niet. Ik vind het een ontzettend fijne, mooie functie. Het is jammer dat de overdracht overname door de corona een beetje wat stroever liep dan we met z'n allen gewenst hadden. Maar met dat het begint te lopen vind ik ook zelf van, het is feest. Er komen mensen op bezoek, mensen zijn enthousiast over het gemaal. En dat mag ook, want het is een schitterend gemaal.